Nieuwsjournaal van woensdag 29 april met vandaag nieuwe opzet braderie en wandeltocht van Weert naar Spier. Dag dames en heren, een heel goede avond. Was u vorige week dinsdag in de buurt van de rotonde Roermondseweg Limburglaan? De politie is op zoek naar getuigen van een aanrijding waarna de veroorzaker doorreed. Dinsdag 21 april om 4:30 middags vond hier op de rotonde Roermondseweg Limburglaan een verkeersongeval plaats tussen een auto en een fietser. De auto is hierna doorgereden. Het letsel van de aangereden fietser leek in eerste instantie mee te vallen. Echter, nu blijkt dat de fietser er zwaar lichamelijk letsel aan heeft overgehouden. De doorgereden auto zou een donkerkleurige Kia van het type Sportage of Sorento zijn geweest, met vermoedelijk een vrouwelijke bestuurster. De politie is dringend op zoek naar de bestuurster van deze Kia en getuigen van de aanrijding. Het slachtoffer werd toentertijd geholpen door een onbekende man die reed in een bruinkleurige auto, vermoedelijk een Nissan. En ook deze man wil de politie graag spreken en verzoekt hem dan ook om zich te melden. En bent u getuige geweest van dit ongeval of weet u meer van deze zaken, dan kunt u contact opnemen met de politie via het telefoonnummer 0900 88 44. Vanaf komend weekend dan start op de Oelemarkt het vaste cameratoezicht. Iedere vrijdag en zaterdagavond wordt het uitgaansleven in de gaten gehouden en kan bij ongeregeldheden direct actie worden ondernomen. Eind 2011 kreeg burgemeester Heijmans van de Weerter gemeenteraad de bevoegdheid om in het belang van de openbare orde bewakingscamera's te plaatsen op openbare plaatsen. Het cameratoezicht is tijdens evenementen inmiddels meerdere malen ingezet en geëvalueerd. In overleg met politie en OM heeft de burgemeester besloten om dit jaar en in 2016 in de weekenden cameratoezicht op de Oelemarkt in te voeren. De camera hangt al enkele maanden ter hoogte van het Karestraatje, maar verhuist naar een plek op de Oelemarkt. Elke vrijdagavond van 11:30 tot zaterdagochtend 17:30 en op elke zaterdagavond vanaf 11:30 tot zondagochtend 17:30 staat de camera aan. Ook wordt het toezicht ingezet tijdens evenementen op het uitgaansplein die op zondag plaatsvinden. Deze camera bestrijkt de hele Oelemarkt. De privacy van de omwonenden wordt gewaarborgd, want de camera neemt alleen beelden op van de openbare ruimte. Doen zich ongeregeldheden voor, dan kan de politie direct actie ondernemen. In januari wordt het cameratoezicht over 2015 geëvalueerd. En zondag dan starten Harry en John van Lierop aan een wandeltocht van meer dan 220 kilometer van Weert naar het Drentse dorpje Spier. En het doel is om zoveel mogelijk geld op te halen voor het goede doel. Dit zijn vader Harry en zoon John van Lierop. De afgelopen weken hebben ze flink getraind voor een wandelactie van Weert naar Spier. En met de wandeltocht willen ze beide zoveel mogelijk geld inzamelen voor twee goede doelen. Spieren voor Spieren en Stichting Ontspanwater. John legt toe waarom ze zich sterk verbonden voelen met deze twee goede doelen. Nou, Susan en ik hebben drie zonen. Alle drie hebben ze spierziekte. En daarom zijn we wel verbonden met zowel Spieren voor Spieren als voor ons eigen initiatief. En dat is Stichting Ontspanwater. En daar staat vooral voorop mensen die wat aan hun lijf en leden hebben. In dit geval ook spierziektes bijvoorbeeld. Dat die in het water kunnen ontspannen straks hier in het Weertse. En Spieren voor Spieren zet zich met name in voor onderzoek en diagnose van spierziekte. Ja, kortom, daar is veel geld voor nodig. Vandaar die lange wandeltocht. Hoe gaat het in zijn werk? Het is 220 kilometer. Jullie lopen daar 7 dagen over. Hoe is dat geregeld? Dat is prima geregeld. Dat is van Weert naar Deuren de eerste etappe. En dan van Deuren zo ver dan mogelijk naar Spier. En jullie slapen onderweg in bed and breakfast. Mensen bieden spontaan jullie gratis onderdak aan. Hoe is dat zo tot stand gekomen? Allemaal een spontane aanbieding. En zo zijn we helemaal rondgekomen. Ja. Ja.
En mensen kunnen zich ook... Ja, jullie kunnen ze laten sponsoren, hè? Per kilometer of per etappe. Hoe gaat dat? Nou, mensen kunnen gewoon een donatie geven. Dat is geen probleem. Maar als er mensen zeggen, we willen graag ook meewandelen. Dat vinden we natuurlijk allemaal super. En er zijn er ook al velen die zich hebben aangemeld. Dan kan dat, kunnen ze een dag delen of een hele dag. Of twee dagen kunnen ze meewandelen. Doen ze een donatie. En dan zijn ze ook echt onderdeel van de actie. Dus dat zou het mooiste zijn. Ja, mensen kunnen bij ons op de website kijken hoe ze eventueel nog een donatie kunnen doen. 3 mei vertrekken jullie hier 's ochtends vroeg. Ja, wie zijn er allemaal bij? Want jullie willen natuurlijk zoveel mogelijk publiciteit en zoveel mogelijk mensen hier die kunnen jullie komen uitzwaaien. Ja. Vrienden en kennissen die van deze actie hebben gehoord. Er zijn er verschillende bij toegezegd hebben dat ze komen ons uitzwaaien. Ja. En misschien de burgemeester heeft ietsjes beloofd. We zullen afwachten. Ja. Die loopt gewoon een stukje mee tot deuren of korter? Dat weet ik niet. Het vertrek is zondag vanaf Dennenoord. Om 9 uur worden John en Harry door familie en vrienden uitgezwaaid. En beertenaar Erik Vikke heeft speciaal voor de wandelaars een lied gecomponeerd dat hij uiteraard bij het vertrek zal vertolken. Dan na 7 dagen is het toch voorbij. Jullie komen in Spier aan. En dan? Nou, dan zijn er ook al een delegatie uit Weert die hebben aangegeven, nou daar komen jullie inhalen. Ik geloof dat het dorpje Spier is maar een klein dorpje in Drenthe. Hè? Dus we lopen echt van Limburg naar Drenthe. Daar volgens mij staan er 3 boerderijen, een kerk en een hotel. En in dat hotel hebben we kunnen regelen dat we daar worden ontvangen of ingehaald. Daar is de finish. Ja. Dan is het nog een paar dagen. Hoe verloopt de training? Goed. We zijn er bijna klaar voor. Dan hebben we er 620 in binnen zitten. Okay. Dus dat moet voldoende zijn voor maart 2020. Ik denk het ook wel, ja. Ik wens jullie heel veel succes en zet hem op. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. En wilt u John en Harry sponsoren? Kijkt u dan op onze website voor meer informatie. De Weertopraderie gaat een nieuwe koers varen. Nieuw is dat ook particulieren en verenigingen een kraam kunnen huren. En de organisatie wil daarmee zorgen voor een gevarieerd aanbod voor de duizenden bezoekers. De braderie vindt zoals altijd plaats op de eerste vrijdag van juli en dat is dit jaar op 3 juli. En dan zal de binnenstad weer bruisen, want jaarlijks komen zo'n 20.000 mensen op het evenement af. De organisatie is in handen van winkeliersvereniging Centrum Weert Promotion. En die constateerde een vergrijzing bij de deelnemers. Om nou toch te zorgen voor een volle binnenstad, waarbij ook alle aanloopstraten gevuld zijn met kramen, kunnen dit jaar ook particulieren een kraam huren voor het verkopen van hun curiosa en brokante spulletjes. Daarnaast kunnen ook verenigingen, organisaties en stichtingen de braderie gebruiken om zich te promoten. Ook zij kunnen een kraam huren en die zelf inrichten. De organisatie denkt dat het een mooie aanvulling is op het bestaande aanbod van de lokale ondernemers, grootwinkelbedrijven en marktkooplui. En u kunt nog een kraam huren tot 1 week voor de braderie. En dan kunt u nu gaan kijken naar het maandelijkse item van de TOS. En Christel laat zien hoe je een heerlijke lentesalade maakt. Hallo, leuk dat jullie weer kijken. Het heeft dit jaar iets langer op zich laten wachten, maar de asperges zijn weer te koop. We gaan daarom ook een leuke voorjaarssalade maken met asperges. Daar hebben we wat groene asperges, wat witte asperges. Daar komt een frisse passievruchtdressing bij. En wat aspergemoes. Nou, daar gaan we dus mee beginnen. Ik heb van de asperges de kopjes heb ik eraf gesneden. Die bewaren we dadelijk voor in de salade. En de uiteindes die heb ik goed gaar gekookt. En dan gaan we even pureren. Dan houden we het vocht van de asperges even apart. En dit zetten we even apart. En dan heb ik hier wat monchou. Die gaan we eventjes een beetje luchtig kloppen in een paar minuutjes.
Nou, de manchou is luchtig geklopt. Nu heb ik hier wat gelatineblaadjes, heb ik even laten weken in koud water. Dat knijpen we even uit. En dan heb ik hier een paar eetlepels van het aspergevocht bewaard. Moet wel nog goed warm zijn, want anders lost gelatine niet goed op. Ja, en de gelatine die gaat natuurlijk dadelijk voor de binding zorgen van de mousse. Even goed roeren, zodat alle gelatine opgelost is. Nou, dit gaat bij de gepareerde asperges. Roeren weer even door. En als dit goed gemengd is, dan kunnen we dit bij de roomkaas voegen. En mengen we even goed door elkaar. Nou, als alles goed gemengd is, laten we dit een paar uurtjes opstijven in de koeling. Even een beetje doorroeren. En dan voegen we nog wat peper en zout toe. Zorg dat dit mengsel goed op smaak is voordat je het op laat stijven. Want het straks op smaak brengen is natuurlijk niet zo makkelijk. Nou, dat doen we even in een schaaltje. Even een folietje erover. Dan zetten we het even weg in de koeling. Dan gaan we verder met de dressing. Dat wordt een passievruchtdressing. Het is een beetje zoet. Gaat een beetje citroenbrei. Dus dan krijg je ook wel weer een beetje een zuur accentje. Maar de passievrucht die gaan we doormidden snijden. En dat om er nog een beetje extra de smaak van de passievrucht te geven, heb ik wat passievruchtsiroop. Die gaat erbij. En dan voor het fris accentje doen we er wat citroenras bij. En dan een aantal eetlepels mayonaise. Even mengen. Gaat wat peper bij. En een beetje zout. En dan hebben we de dressing klaar. Dan gaan we verder met het opmaken van de salade. Leggen we in het midden een beetje sla. Gemengde sla. Dit gaat een beetje van de passie mayonaise overheen. En die gaan we een beetje aankleden met wat groentjes. Ik heb wat peultjes, die heb ik heel kort even geblancheerd, dus die moeten wel nog een beetje knapperig zijn. En dan wat cherry tomaatje. Dan heb ik hier wat groene asperges. Ook die heb ik kort geblancheerd, dus dat ze nog lekker knapperig zijn. En dan de witte asperge. Aardbei smaakt ook heel lekker in de salade en heel lekker bij asperges. Dus die gaat er ook nog een beetje tussen. En dan heb ik hier de kalfsrosbief. Die leggen we een beetje in roosjes op de salade. Dan heb ik wat kwartel eitjes.
ook tussen. En dan heb ik de mousse hier, die is goed opgestijfd. Pak ik 2 lepels. En dan maken we een kanaal van. Nou, die leggen we tussen de roastbeef in. Dan doe ik nog een klein beetje van de dressing over de roastbeef. En dan garneren we het af met wat eetbare bloemetjes. Dan heb ik wat viooltjes. En wat Afrikaantjes. En dan hebben we een leuke voorjaarssalade met asperge, kalfsrosbief en een passievruchtdressing. Ik hoop dat jullie het weer een leuk recept vonden. Ik zie jullie graag de volgende keer weer terug. De recepten zijn uiteraard af te halen op de redactie van Weer TV of bij ons bij Restaurant Tos. Dankjewel voor het kijken.